ik vind het heel belangrijk dat mensen een gezonde relatie zien met twee mensen die gewoon beste vrienden zijn, dol zijn op elkaar en inderdaad heel veel lol maken. En dat die liefde, die heel veel mensen denk ik willen en missen, gewoon een levenspartner hebben. Dat dat iets is wat wij laten zien, dat haalbaar dat is. Dat daar is. En die liefde bestaat. En dat is er gewoon, want in media zie je dat niet. Ja, wij inspireren elkaar eigenlijk heel de pleurisdag door, joh. Precies wat je zelf mist, dat weet de ander dan bij je toe te voegen. Dus dat is eigenlijk niks dat ik niet inspirerend vind aan Lot. Ja, voor mij is hij gewoon de belichaming van echt voor jezelf kiezen. Wat hij 2 jaar geleden gedaan heeft om uit de kast te komen als transman en zijn leven te leven zoals dat hij dat wil. Ja, dat is voor mij het meest krachtigste waar ik ooit bij gestaan heb, denk ik. En dat heeft mij ook gewoon geïnspireerd om bijvoorbeeld mijn kledinglijn op te zetten en dat soort grote stappen te maken. Omdat ik dacht, ja, als jij dit doet en zo dapper in deze wereld durft te staan die eigenlijk helemaal tegen jou is, ja, wat houdt een ander dan tegen om A of B te doen, zeg maar. Dus ja, dat is voor mij gewoon het sterkste mens dat ik ken, ja. In transitie moet je jezelf opnieuw lekker leren vinden of zo. Daar heeft Lot heel erg bij geholpen. Dat is helemaal goed gekomen, ja. Ik was wel al heel jong bezig met dat ik dus mode wilde maken voor dikke kinderen. Ik wilde gewoon heel graag andere mensen helpen waar ik zelf die hulp miste, denk ik. Want ik doe dus heel veel op social media en daar probeer ik mensen heel erg te empoweren en vooral een soort warme knuffel te geven die we denk ik heel vaak allemaal missen. En mensen te vertellen dat ze gewoon lekker zichzelf moeten zijn. Wij doen alles met een grapje en Rotterdamse kuthumor. En we brengen het denk ik gewoon met heel veel, ja, joy en queer joy en onze fat joy, trans joy, weet je wel. En het is gewoon zo belangrijk dat mensen, ja, wat meer in die vreugde en positiviteit komen, omdat alles al zo zwaar en heftig en hard is. En ik denk dat dat echt onze manier van communicatie is van, je mag ook lol hebben binnen dit alles. En dat is juist heel belangrijk om de rest ook op te laten lichten, denk ik. Reacties die ik vaak het mooiste vind zijn toch wel de ouders van trans mensen. Dat ze dan naar me toe komen en zeggen van, hey, ik volg jou en ik vind het zo goed wat je doet. En ik heb een hele andere band nu met mijn kinderen. Of dat ze een gevoel van thuiskomen hebben. Dat vind ik zelf de fijnste reacties. En dat geeft me ook wel vaak wel weer vuur om weer door te pakken. Ja, ja, absoluut. Ja, gewoon thuiskomen inderdaad. Ja. Ja. Alsof je gewoon bij ons ben je thuis. Ja. En dan mag je jezelf zijn. Ja.